In Eindhoven heeft de hele gemeenteraad zich een maand geleden uitgesproken tegen de uitzetting van Mauro. Ook het CDA in Eindhoven is dus tegen uitzetting. Dat is toen in een brief aan minister Leers bekendgemaakt. En dat betekent concreet dat wij vier weken geleden dat standpunt hadden en dat vandaag nog steeds hebben. Maarten Hoeben zal het standpunt van het CDA in Eindhoven morgen op het CDA-congres niet verder uitdragen. Sterker nog, hij gaat niet. Ik kan niet vaak genoeg benadrukken, we hebben het Eindhovense geluid hebben wij op vele betere, vele verstandige manieren laten horen. Het is volstrekt duidelijk voor de hele Tweede Kamerfractie en voor ministerleers en voor de andere bewindslieden... wat wij er in Eindhoven als hele gemeenteraad van vinden. Daar hoeven we niet morgen nog eens een keer met 3000 mensen eh, ook als Eindhoven iets van te zeggen. Mauro moet blijven wat u betreft. Wat de Eindhovense gemeenteraad betreft, inclusief het CDA, vinden wij dat Mauro Manuel in Eindhoven moet kunnen blijven wonen.